De Suriname Model United Nations Congress 2024 Summit is vanmorgen gehouden, waarbij de vergaderingen van de Verenigde Naties zijn gesimuleerd met jongeren. Het doel van dit congres is om de jeugd bekend te laten raken met de werking van de VN, zegt voorzitter Patrick Brunings. Hij geeft verder aan dat de simulatie niet van de een op andere dag zijn verschenen, maar dat trainingen vooraf zijn geweest met de jongeren om hen de werkwijze tot zich te nemen. Maar daarbij hoort ook een trainingsaspect. Dus we hebben 5 weken lang hebben we getraind, de delegates getraind. In allerlei skillsets, bijvoorbeeld onderhandelen, debating, negotiations. We hebben ons ook verteld over de UN zelf. Ook over de Rotary, want de Rotary is eigenlijk een van de organisaties die dit organiseert. Samen met de UNDP en de Antetokounmpo University. Het zijn dus jongeren die van tussen de leeftijd 17 tot 25 jaar. En ze moesten dus, om deel te nemen, moesten ze een motivatiebrief schrijven. Alles gebeurt in het Engels, dus eigenlijk zou ik het ook in het Engels hier dit interview moeten afstaan. Maar ze hebben moeten motiveren en op basis van de motivation letter hebben wij een selectie gemaakt van de beste 50 participanten. We noemen ze delegates, omdat ze net zoals in de United Nations, moeten ze een land die hen is toegewezen, moeten ze dan vertegenwoordigen. Ze moeten zich oriënteren over wat de positie is van het land. En ze moeten zich oriënteren op het thema dat we dit jaar hebben gehanteerd. En dat is border disputes. De Summit 2024 is precies op dezelfde manier gesimuleerd als hoe de vergaderingen lopen bij de Verenigde Naties. Enkele waren openbaar en vele sessies waren gesloten voor de media.